Dit is een zaak met de nodige elementen. Een ramkraak hier bij de Netorama in Oosterhout. Gepleegd met een Volkswagen transporter gestolen in Haarlem. En op die transporter zaten kentekenplaten gestolen in Breda. Een cd-hoes die ook een link in de richting van de daders kan zijn. En bewakingsbeelden. Donderdagnacht, 3 oktober vorig jaar. Dit lijkt zomaar een verkenning te zijn voor deze snelkraak. Want de nacht erna, rond 3 uur, wordt met een enorme smak de pui eruit gereden. Het is de gestolen Volkswagen transporter. Met een beetje wrikken gaat de tussendeur open en 3 man komen de winkel in. En dan gaat het heel snel. Ze doen nog hun uiterste best om de sigarettenkooien boven de kassa's open te trekken, maar dat lukt ze niet. En dan ineens gaan ze er alle 3 als hazen weer vandoor, zonder buit. Alsof ze gestoord werden door iets of iemand. Een dag later, zaterdag 5 oktober, vinden we hier in de Reigerstraat in Oosterhout die Volkswagen transporter terug. En dat is maar een paar 100 meter vanaf de plaats van de ramkraak. En dan worden al snel een paar dingen duidelijk. Namelijk dat de bestelbus een maand eerder in Haarlem was gestolen met toen uiteraard nog de originele kentekenplaten erop. En toen we hem terugvonden zaten er kentekenplaten op die in Breda waren gestolen. 1 ding is zeker. Tussen het moment van de diefstal in september en het moment van de ramkraak in oktober, dus ongeveer een maand, moet die auto ergens in gebruik zijn geweest of ergens hebben gestaan. Misschien wel hier in Oosterhout of in de omgeving van Oosterhout. Wie zegt het iets? Wie heeft er toen in die auto rondgereden? En er is nog een heel interessant detail, namelijk een cd-hoes. Die werd gevonden in de bus en is niet van de echte eigenaar. Er stond een Arabische tekst op en een lijst van de moskee in Amsterdam met openingstijden. Dat kan natuurlijk iets zeggen over degene die in deze bus hebben gereden en misschien wel de ramkraak hebben gepleegd. Als er iemand is die ook maar een vermoeden heeft wie dit geweest kunnen zijn, geef dat dan door. En denk ook eens terug aan die donderdag 3 oktober, toen die daders waarschijnlijk al een kijkje zijn komen nemen. Is iemand toen iets opgevallen? Of is er iemand die misschien gezien heeft dat hier die transporter werd neergezet? Want dan heb je misschien 1 of meer van die daders van die ramkraak gezien. En dat is belangrijke informatie. Deel die met ons. U kunt ons bereiken via de opsporingstiplijn 0800 60 70. Anoniem tippen kan op het nummer 0800 7000. Op de site kunt u ook het speciale tipformulier invullen.